Dit is de AGC Two-Speed Brushless Tondeuse. En die is in het zwart. En dit is het broertje van de welbekende Andes AGC Super Two-Speed Brushless. Het verschil tussen deze twee is de snelheid. Deze, de Super Two-Speed, ja, die is 3000 in de langzame snelheid en 3800 in de hoge snelheid. Bij de AGC Two-Speed, eigenlijk exact dezelfde tondeuse, hebben we ervoor gekozen om een lagere snelheid. En dat heeft ook voordelen, want in een lagere snelheid is de tondeuse wat stiller en heeft hij ook echt wel voldoende kracht. Dus 2300 is een stand 1 en dat is eigenlijk de stand die je eigenlijk altijd gebruikt. Maar heb je ook bij deze iets extra power nodig, bijvoorbeeld wanneer de vacht wat dikker is, kun je hem ook in de hogere stand zetten. Nou, het voordeel van de extreem lagere stand is dat hij minder geluid maakt. Dus voor honden die wat bangig zijn, is dit wel ideaal. Maar bijvoorbeeld ook bij paarden of bij de oren of noem maar op. Is dat wel handig te gebruiken. Deze is voorzien van het snap-on scheerkoppensysteem. Super handig, want zonder enkele schroevendraaier of wat dan ook gereedschap kun je heel gemakkelijk de scheerkop eraf halen. En dat is wel zo makkelijk, want nu kun je hem ook makkelijk schoonmaken. Je schuift hem tot de helft opzij, even haartjes ertussenuit, de andere kant op, haartjes ertussenuit en ja, hij is gewoon weer lekker schoon. Je kunt hem lekker invetten bijvoorbeeld als je hem opbergt. Maar dat snap-on systeem is ideaal. En eigenlijk zit het alleen maar op professionele machines. Het voordeel van het snap-on systeem is dat je er ook andere scheerkoppen op kunt zetten. Hij is standaard geleverd met scheerkop nummer 10. Die heeft een redelijk fijne vertanding. Scheert op 1,5 mm. En met deze scheerkop kun je zeg maar bijvoorbeeld de oren uitscheren. De liezen, overal waar het wat korter mag. De nummer 10 die standaard meegeleverd wordt, is er eentje met een keramisch bovenmesje, de Ceramic Edge. En een keramisch bovenmesje heeft bepaalde voordelen. Keramiek is heel erg hard, dus hij blijft wat langer scherp als een stalen bovenmesje. Keramiek zet ook niet uit wanneer het warm wordt. Dus hij wordt in principe, loopt hij wat koeler. Keramiek heeft ook een groot nadeel. Je kan het niet slijpen. Dus het is te hard, je kan het niet slijpen. Een mes met bijvoorbeeld een stalen bovenmesje kan je heel goed slijpen op een speciale slijpmachine. Wij hebben een volledig geautomatiseerde slijpmachine voor de tondeuzenkopjes, waarbij ze eigenlijk na een slijpbeurt weer als nieuw zijn. Maar wanneer een keramische zeg maar bot is na verloop van tijd, ja, dan moet je hem echt gaan vervangen voor een compleet nieuw mes. Heel belangrijk is om hem ook te smeren. Nou wordt deze geleverd in een doos. En in die doos zit ook een tube scheermachineolie. Anders heeft eigenlijk het 5-punten systeem, of misschien kun je het ook wel 6 punten. Je kan hem smeren als hij op de machine zit, maar ik wil het zo even laten zien. Een druppeltje aan deze zijkant op de achterste rail. Een druppeltje hier aan de zijkant op de rail. En 1, 2, 3 druppeltjes op de tandjes. En dat zorgt ervoor dat hij lekker soepel heen en weer blijft gaan. Zodra dit lekker heen en weer gaat, maar je voelt wel weerstand, dus een bepaalde druk, is dat prima. Als je echt bot raakt, ja, dan krijg je hem bijna niet meer heen en weer. Het kan ook wel eens gebeuren wanneer je een nieuwe met tondeuzen koopt, dat hij ook niet lekker heen en weer wil of ook niet lekker scheert. Nou, dat komt in een fabriek, doen ze er ook een olie op en in verloop van tijd, hè, die machines liggen eerst in het magazijn bij de fabriek, dan liggen ze in het magazijn bij ons. Wij kopen ze groot in, dus ze zijn ook niet allemaal dezelfde dag weer verkocht. Dat die olie wat opdroogt. Nou, wat je dan gaat doen, even gewoon lekker ontvetten met een goed ontvettend middel.
En daarna heel goed droog maken. Dus ook misschien even met een compressor of met een föhn, maakt niet uit. Goed droog maken, want als jij hem, dat ontvettend middel dan erop laat zitten en je legt hem weg, bij wijze van spreken, dan krijg je roestvorming. En daarna ga je hem gewoon met nieuwe olie weer goed smeren. Die olie zorgt er niet alleen voor dat hij lekker soepel heen en weer loopt. Hij zorgt er ook voor dat een scheerkop minder warm wordt. En daarnaast zorgt hij er ook voor dat al die haartjes die je afscheert gewoon lekker eruit glijden en lekker afgevoerd worden. Na het scheren is het van belang dat je die scheerkop weer goed schoonmaakt. Ook even met een borsteltje, oude tandenborstel bijvoorbeeld. Of gewoon die haartjes er even uit en lekker goed invetten. Ook al het staal, de buitenkant invetten. Enorm belangrijk. Maar dit is dus het Snap-on scheerkoppensysteem. En wat is daar nou zo mooi van? Er zijn heel veel andere soorten scheerkoppen. Je hebt bijvoorbeeld een hond met een extreem dikke vacht. Daar is deze misschien wel geschikt voor. Je kan hem echt wel kaal scheren. Bijvoorbeeld als je een vilt hond hebt met vilt bijvoorbeeld. En dan adviseren wij van, ja, sorry, maar je komt er met geen enkele scheerkop erheen. Je moet er onderdoor. Dan gebruik je de nummer 10, scheer hem helemaal kaal. En daarna ben je gewoon, dan weet je het. Dan moet je gewoon goed gaan borstelen en kammen om die vacht goed bij te houden. En daarna misschien nog steeds een hele dikke vacht, hè, waar met een fijne kam niet heel goed erheen komt, kun je een skiptoetsscheerkop gebruiken. Nou, een skiptoetsscheerkop heeft verspringende tanden. En dat kun je heel goed zien. Er zitten lange en korte tandjes op. Dus om en om, lang, kort. En die lange, die staan wat verder uit elkaar. En dan komen op het eind komen die kortjes. Dus hij maakt eerst grote bosjes haar. En die doet hij nog een keer door de midden slitten. En dan komt hij bij het snijmes. Nou, zoals ik net al zei, dit is een stalen mes. Die kun je altijd slijpen. Maar moet je ook goed smeren. Een skiptoetsscheerkop is ideaal voor de hele dikke vachten. En misschien met een beetje klitjes en zo komt hij er hier misschien ook net wat makkelijker door. Maar probeer altijd gewoon van tevoren, hè, de hond goed te borstelen. Zo, hoe makkelijker zo'n vacht doorkambaar is, hoe makkelijker ook zo'n kam van zo'n mes er doorheen komt voordat hij gaat snijden. Skiptoetsscheerkoppen zijn heel veel gebruikte scheerkoppen, bijvoorbeeld voor een labradoedel met een dikke vacht, of een Spaanse waterhond, of een bouvier, noem maar op. Al die honden met die dikke, krullende vachten. Een skiptoet heeft een eigen lengte. Je hebt ze in 4 verschillende maten. De nummer 7, hè, er staan overal nummertjes op, de nummer 7 heeft 3,2 mm. De nummer 5, die scheert op 6,3 mm. Dit is dan de nummer 4, 9,5 mm. En dan heb je nog de nummer 3, of anders noemt hem 3/3/4, heb je in 13 mm. Nou, wat zeggen die millimeters nou? Nou, dat is in principe de afstand van het snijmesje tot de onderkant van het mes. Dus die afstand die overbrugt. Maar niet alle haren staan recht overeind. Hè? Die haren, je scheert met de haargroei mee, nou, die haren staan een beetje plat. Dus de uiteindelijke lengte met bijvoorbeeld de nummer 4 wordt misschien wel 2 centimeter. Maar je moet het zo zien. Stel, je hebt een vacht en je zet een duimstok bovenop de vacht. 9,5 mm boven de huid, zeg maar, waar die op drukt. 9,5, daar scheert hij de haren af. Zo kan je ongeveer de lengte bepalen. Dus het wil niet zo zeggen als jij zegt van, ik wil de vacht lekker lang laten, ik moet een 30 mm scheerkop hebben. Nee, zo werkt het niet. Dus niet alle haren staan recht overeind. Nou, zoals ik al zei, standaard scheerkop nummer 10. Wat heeft de nummer 10? Oh, als je hem erop zet, trouwens altijd even aanzetten. Want dat aandrijfarmpje en het mesje willen niet altijd goed uitgeleid zijn. Als je hem aanzet, zet hem in stand 1, klikt hem erop en hij doet het. Je kunt met scheerkop nummer 10, dat is eigenlijk de enige, ook gaan werken met opzetkammen. Nou, zijn dit eigenlijk wel de beste opzetkammen. Hè? RVS tanden, heel sterk, vrij dun, dus wat minder weerstand. Je hebt ook goedkopere opzetkammen waarbij dit allemaal kunststof is, maar zo gauw dikker. Dus dan moet je nagaan dat er een dikkere kam door die vacht heen moet. Deze passen op een standaard meegeleverde scheerkop. En hier zit een
een veersysteem in, zeg maar, die je achterop een schik opzet en dan druk je hem wat naar voren en dan die tandjes. Nou, nu heb ik hier een extreem lange, dus die scheert wel, nou ja, wat zou het zijn, 25 mm boven de huid. Dus het kan natuurlijk ook zijn, als die haren helemaal niet zo recht overeind staan en ze steken niet 25 mm boven de huid uit, dat je er dan ook niet echt wat afscheert, want dan is je gewoon te lang. Kan gebeuren. Opzetkammen zijn er eigenlijk in allerlei verschillende maten, van 3 mm tot wel 50 mm. Weet je nou niet precies wat je wil, of wil je in de winter wat langer en in de zomer wat lekker kort, hè, dus lekker fijn voor die hond, kun je ook een set kopen die hier oppassen. En dat is eigenlijk een set opzetkammen voor de snap-on scheerkop moet je hebben. Want er zijn ook opzetkammetjes die passen hier dan niet op, maar specifiek voor de snap-on scheerkop passen ze op. Het voordeel van het snap-on systeem is dat niet alleen Andis dit gebruikt, maar heel veel andere merken. Bijvoorbeeld Clipper heeft ze ook en die zijn wat betaalbaar, want scheerkoppen zijn best prijzig. Wat ook mijn advies is, stel je gaat meerdere honden scheren of je wil lang doorscheren, een mes wordt altijd warm. Ontkom je niet aan, met die 3000 snijbewegingen, daar ontstaat warmte, hè. Gaan we ze flikkeren in je handen wrijven. Binnen 30 seconden zijn je handen zo warm, er is gewoon wrijving. Doe je er wat olie op of lotion op je handen en je gaat door met wrijven, dan is die warmte eigenlijk vrijwel weer weg. Tenminste, wordt minder. Dat wil ook zeggen dat je om de 10 minuten moet olieën. Maar het kan ook verstandig zijn om twee dezelfde scheerkoppen te gaan gebruiken. Dus bestel nog eenzelfde bij. Dan kan je altijd tussendoor scheerkoppen wisselen. En het is ook altijd handig. Stel ervoor dat er eentje bot raakt. Bijvoorbeeld je hebt een vacht geschoren met wat meer zand erin of stof. Dan raakt die eerder bot. Of je bent vergeten te olieën. Want je denkt van nou die... Die 10 minuten zijn er niet voorbij, maar ondertussen ben je al een uur aan het scheren zonder olie. Dan kan zo'n kop bot gaan. Is altijd handig als je er een extra bij hebt. Nou ja, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor de speciale skiptoetscheerkoppen. Het is altijd handig als je er twee hebt. Wat valt er nog meer te vertellen over deze machine? 3 meter snoer, lang genoeg. Dit kapje kan eraf. Dan kun je eraf schuiven. Kun je hem lekker schoonmaken. En hier zie je ook gelijk het aandrijfsysteem. Het aandrijfsysteem is iets wat door de jaren heen wat kan slijten. Er zit er altijd eentje in de doos extra bij en die kan je door middel van die twee schroefjes makkelijk vervangen. Dus. Nou, twee standen door middel van een schuifschakelaar. Er zit hier een rood knopje, moet je goed indrukken. En dan stand 1, stand 2. En je merkt ook, als je bij de Andis, als je hem op gaat starten, dat hij heel langzaam begint. Dus een langzaam start. En dat is eigenlijk weer het behoud van de onderdelen. Want als je in één keer bam is, dan... Ja, het is niet zo goed. Dus langzaam, hij komt langzaam op gang. En dan is hij op volle kracht. Zoals ik al aangaf, normaal scheer je in stand 1, gewoon in de langzame stand. Heb je even extra power nodig, stand 2. Dan kan je er vaak even door sommige dikke stukken, moeilijke stukken... iets makkelijker door. Nou ja, wat zit er nog meer in de doos? Er zitten eigenlijk allemaal, ja, mooi in een zakje extra, ik zal even er eentje laten zien, verschillende stekkers die je kan verwisselen op de adapter. Hiermee kun je er ook voor, stel je voor je gaat op vakantie en je komt in een land waar ze geen Nederlandse stopcontacten hebben. Alle soorten zitten erbij, dus je kan ook voor kiezen om lekker voor de caravan je hond te scheren, want dan heb je toch alle tijd en is lekker rustig. Dus die zitten ook meegeleverd. Daarnaast een extra aandrijfdingetje zit erbij en een handleiding in alle talen die je maar kan bedenken, waar eigenlijk alle tips die ik nou zojuist ook verteld heb ook in staan, dus lees het altijd even na. De machine wordt geleverd in een doos, dus gewoon waar alles in zit. Nou ja, de verpakking, het mooie plaatjes erop. Dus. De Andis AGC Two-Speed is eigenlijk hetzelfde als de Andis AGC Ultra Edge Super Two-Speed. Alleen dan is hij in het zwart en de motor heeft een iets lager toerental.
een hele goede aanschaf voor thuisgebruik, maar zelfs ook voor in een trimsalon of dat je zelfs wel 5 honden hebt die je lekker zelf wil bijhouden. Altijd een goede keuze. De Andes AGC Brussels.